Wat vet. Oh, hier ben ik echt zo blij mee. Oh, ik ben echt nu heel gelukkig. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb mijn spullen net ingepakt. Ik ben nu in Amsterdam en ik ga naar Centraal. En dan ga ik met Thalys naar Parijs. Dus let's go. Oké, ik heb lekker gegeten en ik ga nu mijn gezicht even wassen en tandpoetsen. En dan. Mijn nagels zijn dit keer echt snel aan het chippen trouwens. Met gel lak. Soms blijft het echt heel lang zitten en soms, zoals nu, minder. Anyways, ik haal mijn make-up eraf en ik ga slapen, dus ik zie jullie morgen. Het ontbijt is er. Ik heb scrambled eggs, fruit, broodjes, croissantjes en pannenkoeken. En ik ging me dus net opmaken. Ik zat te kijken en er is gewoon een spiegel of een tv. Dat wil ik ook thuis. Dat je lekker tv kan kijken als je je opmaakt. Oké, ik heb mij omgekleed. Ik heb echt een extreem slechte ponydag. Ik heb deze jas aan waar rood in zit. Wacht, ik doe het even snel zo. Deze jas aan van Brown and Fair Garden. En deze stippeltjesjurk. Deze rode overnielaarzen. En ik doe deze zonnebril van Dior op, die best wel heftig is, maar wel leuk voor de show. Oké, let's go. Oké, ik zit in de auto en ik ben met Emma van de UK en Victoria en Alex. En Victoria, haar jurk is echt fantastisch. Zo mooi. Ja, en ik ben heel benieuwd. We gaan backstage, we gaan met een make-up look zien voor vandaag. En ik ben heel benieuwd. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus ik zal proberen zoveel mogelijk te vloggen. Oké, het is super chaotisch hier. Ik ben net aangekomen backstage bij Dior. Zo ziet dat eruit. En ze hebben hele dikke zwarte oogmake-up bij iedereen. Zoals hier. En een soort van 60s make-up gedaan. Dus dat is heel mooi. Ik ben hier met Jackie. We zijn aan het wachten. Oké, ik sta buiten Dior. Het was echt zo vet. Het was mijn eerste Dior show. En ik scherp weet het niet. Ik heb nog steeds een slechte ponydag. Maar ja. Ik ga naar ons nieuwe hotel. Inchecken, omkleden en shooten. En dan eten met wat vriendinnen, foto's maken en naar de volgende show. En ik ben ingecheckt in het nieuwe hotel. L'Oréal heeft allemaal chille spullen neergezet. Waaronder deze. Ik zei toevallig vanochtend tegen Sanne. Ik hoop dat L'Oréal een nieuwe Elnett neerzet. En daar is die. En allemaal lekkere foundation en crèmes. En alle koffers staan hier. Ik ga zo trouwens een nieuwe vlogcamera kopen. Want deze is echt aan zijn eind. Ik ga uitpakken nu. Tassen heb ik natuurlijk even als eerste netjes uitgestald. En ik ga mijn schoenen en accessoires daar zetten. En dit is mijn uitzicht. Lekker Frans. Dus, let's do it. Trouwens, een tip als je met veel spullen reist. Ik heb net beneden een kledingrek aangevraagd. Dan kan ik alles lekker uithangen, net als thuis. En me makkelijk snel omkleden. Want ik kleed me vaak een paar keer per dag om. Ik moet echt mijn make-up of. Ik heb zoveel make-up opgedaan. Je ziet het niet op de vlog. Dat ik in real life ben ik echt een lopende cake. En als ik ze maar zo doe, dan zie je zo alle lijntjes. Ziet er echt niet uit. Maar oké. Dus ik ga nu al mijn kleding ophangen. Yay! Ik heb een nieuwe vlogcamera. Oh, dit is zoveel beter. Zo, mooie pony heb ik trouwens. Dit is echt top. Even kijken, die doos kan ik wegdoen. Ja, ik wilde hem even checken. Maar ik ga nu snel verder. Ik zit in de Uber, nog steeds mijn pony te haten. En ik ben met Kelly en Milena, gezellig. De Germans, more bonjour, Germans in the vlog. That was amazing. Yeah, just cut it off, okay? No. That was my moment. I will repeat it and repeat it in the vlog. My French mom, you know, I'm actually French, right? You are, right? In my mind, right? Okay, yeah. At 5 you are French with the wine and the cigarettes. Ja, we gaan nu naar de Eiffeltoren en daar gaan we een foto maken. Ja. Oh,
En ik ben weer terug in het hotel. Het was super gezellig met die Duitse meiden. En ik weet niet wat ik allemaal gevlogd heb. We hebben hele leuke foto's gemaakt bij de Eiffeltoren. Die gaan we nu editen. En hopelijk morgen of zo uploaden. Ik weet niet. Check mijn Instagram. Het is @queenofjetlex. En ik heb een backstage bandje. Maar ik vind hem best wel leuk staan bij mijn love bracelet. Van Dior backstage. Misschien hou ik hem even om. En na de show liep ik per ongeluk de Dior winkel in. En toen heb ik iets gekocht wat ik al heel lang wilde. En het zit hierin. Ik ben trouwens al mijn kettingen vergeten. En jullie weten natuurlijk mijn ketting die ik verkoop. Die weer uitverkocht is. Maar we krijgen overmorgen weer een nieuwe restock. Dus als jullie willen bestellen. Het is die gouden ketting met al die muntjes. Stuur een e-mail naar orders@queenofjetlex.com. Alle gegevens staan ook hieronder. Maar ik haat het echt om zonder mijn kettingen te zijn. Dus Sander neemt ze morgen mee. Maar ik zal even mijn nieuwste designer ding unboxen. Oké, wel, het is dus van Dior. Ik heb het zelf al opengedrukt. En het zit hierin. En het is de choker. Dit is wel echt een love-hating, maar ik wilde hem al zo lang. Waar ja Dior op staat. I love it so much. Oké, ik kan de camera weer niet hoog zetten. Dus ik buk even. Ik ga mijn make-up eraf halen. Het zit echt helemaal onder. Viezigheid. Make-up eraf halen en lekker slapen. Zo weer laat. En ik zie jullie morgenochtend. Good morning. Ik begin de dag met FaceTime. Met Sander, die op pauze staat. Hi. Hi. En ik ben make-up aan het doen. Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen. Dat had ik nog niet gezegd vandaag. Ik heb me aangekleed en we waren te laat voor de Lacoste show. Dus dat ging helaas niet door. En nu ga ik met Xenia afspreken. Xenia Overdoos, die kennen jullie zo onderhand denk ik wel. Daar spreek ik best wel vaak mee af. Ik heb mijn nieuwe choker om. En ik heb deze trui aan van Storage. Zo'n lekkere oversized trui. Ik zal even kijken of die er is. En dan post ik hem. Dit rokje van de Zara. Schoenen ook van de Zara. En ik neem deze tas mee. Dus lekker beige. Dat past hier goed in de settings. Dus let's go. Oké, we hebben net geluncht en ik heb me wederom omgekleed. Ik heb deze top aan van Edit the Label, deze Louis Vuitton tas, spijkerbroek en de Gucci loafers. En we gaan een foto nemen, surprise, surprise. En dan hebben we een Hermes presentatie en Kenzo show. En met Kenzo ga ik ook, bij Kenzo ga ik ook backstage met L'Oréal. Dat is altijd super leuk. En ja, net gezellig met de Mara Xenia geluncht, die zie ik later in de middag ook weer. Dus dat is gezellig. Mooi of niet? She should go, sorry, she should go to rehearsal. Okay. If they're on. Wij zijn bij Kenzo backstage. Check it out, yeah. I think they're doing dress rehearsal. Can you guys go down there and make sure that they're not, yeah, I think be nice to our hair. The whole people would. Yeah. Doing like bob type hair with a ponytail, and there's a lot of hats, so I wanted to be able to see something coming out from underneath that hat. And same with the boys, we're doing kind of a messier version of what we're doing with the girls, and you'll see these little bits of their own hair peeking through the hats. There are some that don't have hats, so we'll really get to see it. But basically, we're using the L'Oreal dry shampoo and also their botanical oil called Vinegar de Brilliance. And a lot of the super strong version of their hairspray. It's like the black label. Yep, it's the best. And basically, we're getting super strong middle parts, and we're
teasing all of this front section really, really ratty. And then we're taking them and pulling them around underneath and securing it with a little rubber band and then pulling some of it forward to start to create that squareness. Yeah. And then we tease the top a little bit, secure it with elastic, so the elastic connects to the small rubber band and they both are hidden as one, and we wrap the tail, and then after we finish, we put a ton of the Elnett L'Oreal hairspray around the edges and a ton on top, so it's almost wet, and we just lay it down a little bit with our hands and just create this square shape that looks like a bob. I really love it. Oh, I want to see it. Yeah, so, yeah. Dus dit is wat ze bedoelt. Ik kom terug in de hotelkamer naar de backstage en kijk, iemand heeft dit bezorgd. Wie is het? Oh, dit is zo leuk. Dit is een kinderwinkel en boutique en agency die kinderfeesten organiseren in Parijs. Die volg ik al heel lang. Wat vet. Oh, hier ben ik echt zo blij mee. Oh, ik ben echt nu heel gelukkig. The way to my heart, balloons. We hebben room service besteld en dit ga ik eten. Ik ben weer terug in het hotel. Oeh, na de Kenzo show. En ik ben echt super moe. Oh, het is ook heel laat. San en ik hebben net even geëdit. Hoe werkt het? San en ik hebben net even geëdit. En wat hebben we nog meer gedaan? We hebben geëdit en e-mails gedaan. Ja. Nu ga ik mijn make-up maar afhalen. En dan ga ik even kijken. Make-up er afhalen en dan ga ik lekker douchen. Daar heb ik echt zin in. Ik voel me echt vies. Ja, zo'n dag. Even kijken. Oh, hier is mijn make-up hierover. Ja, lekker tanden poetsen. En make-up eraf. Zo, ik kom echt niet meer aan mijn woorden. En dan lekker slapen. En dan morgen komt Sander naar Parijs. Daar heb ik heel veel zin in. Sander gaat mee naar de Balmain party. En dat zit eigenlijk. Dit hotel zit echt aan de allerdrukste straat ooit. Trams, metro's, bed schudt hem elke keer als de metro voorbij komt. En daarom was ik om 6 uur wakker vanochtend, denk ik. I don't know. Goed, ik heb net oordoppen gevraagd, dus ik ga met oordoppen inslapen. Dus ik hoop echt dat ik morgen niet weer om 6 uur wakker word en heel kort slaap. Want zo onderhand ben ik best moe. Maar we'll see. Ja, wel te rusten. En tot morgen. Goedemorgen. Ik heb puisten. Oh, die kant. Goedemorgen. Het is donderdag. En vandaag hebben we een hele leuke dag met L'Oreal. We gaan naar het laboratorium van L'Oreal. Gaan we zelf make-up maken, denk ik. En de Balmain party is vanavond. We gaan naar de Off-White show. We gaan naar de Carvet show. Ik heb een lunch met iemand van Louis Vuitton. Die ik al een tijdje niet gezien heb. En Sander komt. Had ik al gezegd, die Balmain party is vanavond ook. Ik heb een shoot voor L'Oreal. Dus een hele drukke dag, maar allemaal leuke dingetjes. Ik word dus echt zoveel wakker elke dag. Uit mezelf. Ik zou zo graag een keer om 8 uur of zo wakker willen worden, maar ik word altijd tussen 6 en 7 wakker, ook al ga ik om 1 uur naar bed. Dat is gewoon mijn opstaantijd, denk ik. I don't know. Ik ga nu even naar beneden. Ik zat een beetje te twijfelen of ik ontbijt op mijn kamer zou bestellen. Daar had ik op zich wel zin in. Maar gisteren had ik dat gedaan om 8 uur en ik moest om 10 uur dus naar die show. En toen was het eten er om 10 uur nog niet. Dus ik heb er geen vertrouwen meer in. Dus ik denk dat ik maar even naar beneden ga. Volgens mij is Sanne ook al wakker. Ik ga even met Sanne beneden ontbijten. En Sander komt vandaag naar Parijs. Een nachtje. En dit is de, tenminste nu aankomende nacht, dus de laatste nacht. En dan ga ik terug naar mijn allerliefste kleine meisje. Daar heb ik super veel zin in. Maar echt super veel zin in.
En ik mis al mijn vriendinnen, Mo en Kay en iedereen. Die heb ik voor mijn gevoel, die zie ik normaal. Ik spreek ze hier ook wel bijna elke dag, maar voor mijn gevoel heb ik die ook allemaal lang niet gezien. Dus ook wel zin om naar huis te gaan. Maar goed, ik ga even mijn bed uit en ontbijten. Oké, ik heb ontbeten en gedoucht. En ik heb nat haar, zoals jullie zien. Ik zie er echt prachtig uit. En de make-up artist van L'Oréal is hier. En die gaat beginnen aan mijn make-up. Dus zometeen zie ik er anders uit. En mijn make-up zit erop. En klaar. Ik heb mijn eigen lipstift op. Want I love deze kleur. Ik ga me even aankleden. Spullen pakken voor de hele dag. Want ik weet niet of ik nog terugkom in het hotel. En naar het lab. Let's go. And develop all the shades for the makeup brand. So I'm very excited today to have you guys here because we're going to talk about Belmont, the collaboration that I did with Olivier. And I just wanted to kick it off by showing you guys our look. Wij zijn in het lab bij L'Oréal en ik heb deze super sexy lab coat aan en de allermooiste schoenen die jullie ooit gezien hebben. Very sexy. Dus ja, Victoria is daar ook weer. En Patricia, hello gorgeous girl. Patricia is wearing the best ones because she has... We're gonna talk about my little, the entire little time. Size bigger, but hers look good, better than this. Yeah, so let's go. A little project, a little something that we are doing called Bound. Two houses, and very, very French. And here, the House of Belmont was very generous in actually lending us pieces from, you know, their library of designs of Olivier's creations. What we call the velvety gel. So if I can share with you, you can test it if you want. It's a very smooth gel. Yes, it's very soft and really good feeling and like a velvet. Mm-hmm. So the nice cocooning effect in the Exactly. Oh, the more the merrier. Can we make it we can brown? Yes. More brown? Or like what I'm wearing now? It will maybe, but I don't know if so we can obtain as well as this one. Okay, we'll try. We'll try. Okay, cool. I had the type of like. So maybe a little bit more. So nice to see you. So it's 100 degrees? Yes. Be careful with your hair. Until you touch the mic. Yes, I'm trying to be careful. It's okay. Ik zit weer in de auto terug naar het hotel en dan kleed ik me snel om voor mijn meeting en de Carven Show. Verder met de rest van de dag. Maar ik ga nu wel de vlog afsluiten, want ik heb pas een vlog gevlogd, volgens mij. Anders wordt het zo chaotisch. Dus